Vandaag ga ik je laten zien wat deze gesloten Hoenbauer aanhanger allemaal voor opties heeft. Er is namelijk één kenmerkende eigenschap die deze aanhanger heel bijzonder maakt. En dat is dat hij hydraulisch zakbaar is. Wat betekent dat? Dat die laadvloer in zijn geheel zakt. En zodanig dus ook geschikt is om gewoon rollende karren en ander rollend materiaal direct naar binnen te kunnen rijden. Dat gaan we in deze video laten zien. Wat deze aanhanger zo gezegd bijzonder maakt, is dat de gehele laadvloer kan zakken. Om dat te bewerkstelligen is er een hydrauliekpomp aangebracht waarmee je de aanhanger op druk brengt, deze hendel aantrekt en hem dan met deze draaiknop laat zakken. Je kan dit gecontroleerd doen door hem meer of minder open te draaien, waarbij die dus harder of langzamer zakt. Dan draaien we hem weer dicht, laten we hem los. Het is een heel ingenieus systeem, hoe dat gerealiseerd wordt, dat wel de spatschermen gewoon om de band heen blijven gaan, wat bij andere modellen wel eens lastiger is en dus dan ook voor beschadigingen kan zorgen. Pas wel op met je hoofd, want hij is hoog, maar niet oneindig hoog. Er is rekening gehouden met een laadklep, waardoor je hem een hellingshoek van ongeveer 3 graden houdt, waarbij hij dus ook geschikt is om gewoon rolcontainers en ander rollend materiaal makkelijk naar binnen te kunnen rijden. Deze uitvoering heeft een bruto laadvermogen van 2000 kilo. Binnenin zitten de bindhaken verwerkt, zodanig dat je dus ook de lading goed vast kan zetten. Ideaal voor beurzen, alles waarbij je zegt van ik wil geen materieel onnodig door mijn handen hebben en ik kan gewoon gelijk alles rollend naar binnen rijden. Na het afsluiten van de klep is de aanhanger ook weer eenvoudig op hoogte te brengen, zodat hij ook weer geschikt is om hem achter de auto aan te koppelen. Om hem omhoog te pompen controleren we eerst of de draaiknop dicht zit. En vervolgens is het gewoon een kwestie van pompen, waarbij je gelijk ziet dat de aanhanger weer omhoog gaat. Het handvat klikt weer terug, wat ook betekent dat hij dan weer in de juiste stand staat. De stang kan eruit verwijderd worden en weer eenvoudig ingeklikt worden in de dissel. De aanhanger is nu weer gewoon klaar, staat op het neuswiel, klaar voor het volgende project. Ben jij op zoek naar een gesloten aanhanger en heb jij specifieke eisen van gebruik? Neem dan contact met ons op en wij adviseren je graag over de aanhanger die voor jou het meest geschikt is.